De muurschildering in Almelo is een dag na het protest voor behoud van het kunstwerk overgespoten door twee kunstenaars. Het gebeurde vanochtend in alle vroegte in opdracht van de gemeente en BOA's hielden toezicht. Ja, normaal gesproken wachten wij gewoon keurig tot er weer een ander werk geplaatst wordt. Maar juist vanwege het feit dat wij die omgekeerde vlag niet acceptabel vinden bij een overheidsgebouw, hebben wij gezegd, dan vragen wij een aantal artiesten om eerder te komen en een ander werk aan te brengen. Zijn er al reacties op gekomen? Ik kan me voorstellen dat het niet overal met gejuich ontvangen zou worden. Nou ja, kijk, uit de hoek, bepaalde hoeken komen er via social media daar wel reacties op. Ik heb inmiddels op social media ook hele waarderende reacties gekregen. Die hadden we ook vorige week al van mensen die zeiden van, goh, moeten wij nou met elkaar elke keer in het centrum bij het gemeentehuis tegen die omgekeerde vlag aankijken. En bovendien, ja, het is een graffiti muur die we hebben, waar gewoon periodiek nieuwe werken op worden aangebracht. Het protest gisteren, deels voor behoud van het kunstwerk en deels tegen de stikstofplannen van het kabinet, liepen later op de dag uit de hand. Enkele betogers gingen op de vuist met de politie en er waren andere ongeregeldheden. Burgemeester Gerritsen gaf daarom een noodbevel af, zodat kon worden ingegrepen. 4 mensen zijn aangehouden. Heeft u het gevoel dat u gisteren iets anders had moeten doen of heeft het gewoon goed gedaan? Ik denk dat we met elkaar goed hebben opgetreden. We hebben een demonstratie met een heel legitiem doel mogelijk gemaakt. De gemeente heeft ook het werk dat aan de graffiti wall zit ook ongemoeid gelaten. Het zou heel flauw zijn geweest als we dat werk hadden verwijderd voordat die demonstratie had plaatsgevonden. Dus daar is ook goed over nagedacht. En we hebben denk ik ook gewoon laten zien dat wij in deze stad rust willen. En geen oproerkraaiers die de politie aanvallen en die het rustige samenleven.